Op het Staring College in Lochem is een docent geschorst. Dit omdat hij porno keek tijdens de les. De beelden die kwamen op het internet te staan. Er is iets niet helemaal goed gegaan op deze school, hè? Ja, dat klopt. Gistermiddag zijn wij tot de conclusie gekomen dat een van onze docenten tijdens een van de lessen porno heeft gekeken. En leerlingen hebben dat gezien. Want hoe hebben ze dat precies gezien dan? Nou, het was eigenlijk niet een gewone les, maar een les waar hij toezicht hield op leerlingen die huiswerk aan het maken waren. En hij was achter zijn computer bezig, maar die computer was doorgeschakeld met de beamer. Dus de leerlingen konden via de beamer zien wat hij op zijn computer zag. En wat hebben jullie toen gedaan? Nou, aanvankelijk was het eerst een gerucht wat circuleerde, maar wat later hebben wij via leerlingen ook, heeft een van onze medewerkers ook een filmpje gezien wat in de klas gemaakt was en wat ook op internet circuleert. Nou, daarna hebben wij de betreffende collega meteen gesproken en ja, we hebben natuurlijk duidelijk gemaakt dat dit volstrekt onacceptabel is en we hebben hem ook geschorst. De geruchten gaan hier ook op het schoolplein dat hij ontslagen is. Nee, dat klopt niet. Hij is geschorst tot nader orde. En wij hechten eraan om nu een zorgvuldig onderzoek te doen, ook een grondig onderzoek te doen. En pas onze conclusies te trekken op het moment dat dat onderzoek is afgerond. En de kinderen die dat gezien hebben, zullen wel geschrokken zijn? Gaan jullie daar nog mee in gesprek? Ja, we hebben al geprobeerd in gesprek te gaan met hen, maar het is gisteren in de loop van de middag gebeurd, dus ze waren al naar huis. We hebben gisteravond al telefonisch contact met enkele leerlingen gehad en vandaag zullen we ze natuurlijk zeker gaan spreken.